Dag Kevin. Dag Ies. Engels protestlied van Urbanus. Dus. Jij had het idee om iets te doen rond een bepaald thema en jij hebt daar ook de juiste persoon voor naar de studio gekregen? Ja, enfin, jij hebt een deel van de communicatie natuurlijk ook gedaan. We hebben namelijk als gast Felix Huygen van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Is ook eindredacteur bij HP De Tijd. En ja, u bent heel actief rond het thema van de verengelsing van het hoger onderwijs, specifiek dan universiteiten. Welkom in de studio. Dank u wel. Uw naam heb ik al gezegd en wat u doet heb ik ook al gezegd, maar misschien kan u eens vertellen. Beter Onderwijs Nederland, die organisatie, die doet waarschijnlijk wel meer dan alleen maar rond het thema verengelsing dan. Zeker. Ja, nee, dat is zeker de afgelopen jaren een belangrijk thema voor ons geweest. Maar wij zijn opgericht in 2006 als vrijwilligersorganisatie, een vereniging, om eigenlijk het onderwijs op alle niveaus, van basisonderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs, tot hbo, tot hoger beroepsonderwijs, tot universiteit en alles daartussenin, om dat te verbeteren. Want onze voorzitter, toen Ad Verbrugge, die vond dat het in het slop was geraakt, om allerlei redenen. En taal is daar zeker een belangrijk aspect van. Ah ja, maar niet het enige. Zeker niet het enige. Nee, ook zeker. We kijken ook heel goed naar rekenonderwijs en naar ook de samenhang tussen alle niveaus. En dat er meer aandacht moet voorkomen voor kennis. Omdat kennis een belangrijk aspect is ook van emancipatie. En ja, op het moment dat er alleen nog over vaardigheden gaat, dan komt de kennis in het geding. Dat is ook een belangrijk thema voor ons. En dat raakt ook weer aan taal. Dus het hangt wel allemaal met elkaar samen. Maar en zeker dat Nederlands in het hoger onderwijs, dat belangrijk is, dat is daar ook een groot onderdeel ook daarvan. Ja. Ja. En hoe lang speelt dat thema? Ja, dat speelt eigenlijk sinds, als je één jaar dan moet doen, in 1999. Dat was de Bologna-verklaring, toen alle Europese landen eigenlijk afspraken van we moeten één grote hoger onderwijsruimte worden. En dat is natuurlijk een prachtig doel. En daar zit ook dat Erasmus-programma, uitwisselingsprogramma, zit daar aan vast. En wat toen begon er een beetje in te sluipen dat steeds meer programma's ook Engelstalig werden. Wat natuurlijk niet noodzakelijk daaruit volgt. Want je kan natuurlijk ook prima uitwisselen en internationale studenten verwelkomen, ook in je eigen taal. Zodat het ook in taalkundige zin ook daadwerkelijk een uitwisseling is. Maar toch, ja, om het toch makkelijker te maken, zag je toen in het op het tweede niveau. Dus je hebt het eerste. Eerst heb je de bachelorfase en dan heb je de zogenaamde masterfase. Dat is ook toen afgesproken bij dat akkoord. En dat je steeds meer in die tweede fase, dat steeds meer programma's ook Engelstalig werden, om ze aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten. Nou ja, daar was toen eigenlijk niet zoveel protest tegen. Dus wij zijn daar toen ook niet tegen in het geweer gekomen. Ook omdat toch die tweede fase iets minder belangrijk is in onderwijskundig opzicht. Omdat studenten dan wat zelfstandiger zijn, ook zelf hun scriptie gaan schrijven. Dus daar was toen niet. Wij waren niet blij mee en er waren meer mensen niet blij mee. Maar de echte protesten kwamen pas zo rond 2013, 2014, 2015. Want toen begon namelijk ook die eerste fase ook steeds meer programma's Engelstalig te worden. En dat toen ging men een grens over. Vonden wij, omdat dan krijg je dus dat mensen van de middelbare school komen en dan alleen maar nog maar Engelstalig onderwijs krijgen en niks meer in het Nederlands en hun Nederlands niet ontwikkelen. En dat is, nou ja, om allerlei redenen slecht. Daar zullen we het dus ook zeker nog over hebben. Slecht voor de emancipatie, slecht voor de taalbeheersing, slecht voor op de in werksituaties waar het Nederlands heel belangrijk is. Dat mensen, ja, niet meer leren hun eigen vak uit te leggen aan een breed publiek. Toen kwam eigenlijk het protest ook goed op gang. En toen hebben we veel artikelen geschreven. Ik zelf ook, bijvoorbeeld in een opiniestuk in de Volkskrant, dat veel werd gelezen. Een petitie die toen 8000 keer is ondertekend in een paar weken.
En je zag in de politiek dat veel mensen zich daarmee bezig hielden. Dus toen, dat was eigenlijk de grote aanleiding. Dat er zo'n beweging kwam van om maar zoveel mogelijk studenten te trekken. Hè, om financiële redenen vaak. Ja. Om dat Nederlands dan maar af te schaffen. Want dat is natuurlijk ook een soort misvatting als wij tegen het Engels zouden zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Engels is een prachtige taal. En ook zeker belangrijk. Zeker in de wetenschap heel belangrijk. Alleen dat moet niet ten koste gaan natuurlijk van de landstaal. Dat je die dan helemaal verwijdert. Het liefst wil je natuurlijk dat die talen op een bepaalde manier naast elkaar kunnen bestaan. Dus zo een beetje een korte voorgeschiedenis, ja. Iets langer, maar ja. Oké. Er is ook dat ontdekte ik pas deze week, er is ook een rechtszaak geweest. Zeker. In het jaar 2018 hebben wij toen ook om meer aandacht op de zaak te vestigen, en dat is heel erg goed gelukt, maar ook omdat wij hoopt dit proces een beetje tot staan te brengen. En dat is tot nu toe gaat dat iets troever. Maar we hebben inderdaad een rechtszaak gevoerd tegen de universiteiten van Maastricht en Twente. Omdat daar eigenlijk, Eindhoven hoort daar eigenlijk ook bij, maar daar ging die zaak toen niet tegen. Maar dat zijn eigenlijk de universiteiten waar het verst is voortgeschreden. Ook in die eerste fase. Dat die echt... zeker in Eindhoven zie je dat heel goed, maar je ziet het, of in Twente zie je dat heel goed, dat gewoon eigenlijk Nederlands bijna weg is. En dat het bijna taboe is om nog Nederlands te spreken. Daarom dat je dan zegt, ja, maar dan kunnen die internationale studenten kun je niet verstaan. Dus je moet dan eigenlijk ook bij de koffieautomaat moet je het liefst Engels spreken. Ja, er was een hele rel rond onlangs. Hè? Ja, zeker. Nee, en daar was zeker een hele rel. Maar ik vraag me af of ze dat toen iets veranderd hebben. Want volgens mij is het toen gewoon doorgegaan. Maar ja, omdat iedereen natuurlijk de totale absurditeit ervan inziet. Van dat je... natuurlijk, Engels is belangrijk en prachtig. En ook zeker, het is ook goed om goed Engels te leren lezen en schrijven tijdens je studie. Maar dat moet niet ten koste gaan van ook de ontwikkeling van je moedertaal. Dus dat is daar natuurlijk totaal overboord gegooid. Dus toen hebben we die rechtszaak gevoerd, omdat in de wet namelijk staat, in de wet op het hoger onderwijs, die begin jaren 90 is aangenomen door het parlement. Daar staat heel duidelijk in dat de taal van het hoger onderwijs Nederlands is, tenzij... dan staat er als uitzonderingsgrond de inrichting van het onderwijs daartoe noodzaakt. Dus dat is een hele sterke juridische term. Het moet echt een noodzaak zijn. En dat konden zij natuurlijk helemaal niet aantonen, die universiteit. Dus dat konden zij tijdens die rechtszaak ook niet aantonen. Ze kwamen met een soort vaag verhaal van... ja, we willen internationale vaardigheden, moeten onze studenten ontwikkelen. Maar ja, dat is geen noodzaak. Dus toen zei die rechter, die zei... ja. Het zou best kunnen dat jullie gelijk hebben, zei ze tegen ons. Maar ik kan dat op de grond van de informatie die ik nu heb, kan ik dat niet beoordelen. Dus toen heeft ze ons niet in het gelijk gesteld. Maar ze heeft wel gezegd, nou ja, er komt nog een onderzoek aan van de onderwijsinspectie. En dan dan kun je daarna altijd nog zien of er wettelijk ook iets gedaan kan worden. En toen is dat onderzoek is toen later dat jaar, een half jaar later, verschenen. En daaruit bleek inderdaad dat geen enkele universiteit... die noodzaak kon aantonen. Ook, want daar zijn ze wel toe verplicht. En dat konden ze gewoon niet. Dus eigenlijk hebben wij in die zin achteraf nog wel gelijk gekregen. Al heeft de rechter ons niet in het gelijk gesteld. Nee, niet expliciet. Nee, nee, precies. Maar dat geeft natuurlijk wel mogelijkheden voor volgende rechtszaken. Of voor iemand anders die misschien een keer zoiets wil aanspannen. Dan ligt er wel een precedent en er ligt een rapport. Dus eigenlijk zijn al die universiteiten illegaal bezig? Zeker, ja. En er is niemand die daarop ingrijpt? Nee, omdat er ook in de wet staat geen mechanisme om dat af te dwingen. Om dat af te dwingen. Dat is het probleem van de wet. Dus de wet is eigenlijk heel duidelijk. Alleen, het is gewoon niet heel duidelijk wie er dan moet ingrijpen. Moet de onderwijsinspectie iets doen? Of dan de NVAO moet iets doen? Dus dat is allemaal heel vaag. Dus dat is een beetje het probleem. We zitten nu in een soort stasis of in een soort moeilijke situatie waarin er niet zoveel gebeurt. En ze zijn wel bezig om een nieuwe wet die veel soepeler is aan te nemen. En die is wel, ja, en die is aangenomen door de Tweede Kamer. Maar toen viel het kabinet en nu ligt het dus nog bij de Eerste Kamer. Dus die wet is nog niet aangenomen. Dus in principe geldt nog de oude wet die streng is. Dus ik zou zeggen... Dus men gaat het oplossen door het dan wel te legaliseren? Ja, dat is wel het plan en daar zijn wij natuurlijk tegen. Dus wij gaan, we hebben natuurlijk ook allerlei contacten ook in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer met allerlei fracties. En dan gaan wij natuurlijk lobbyen om te zeggen, jullie moeten die wet afwijzen, zodat die oude wet blijft gelden. Want daar was niks mis mee, die was heel duidelijk. En die bood ook heus wel ruimte aan het Engels als je kon aantonen dat bij bepaalde vakken nuttig is. Ja, natuurlijk kan incidenteel wel eens een vak in het Engels. Maar dan moet dat wel heel duidelijk worden aangetoond. Mm. En dat gebeurt nu niet. Dus. Nu, het wordt wel aangetoond in die zin dat het een soort
economische noodzaak is. Ik bedoel, we hebben hier ook zo'n soort... Het is gewoon absurd. We hebben hier in Antwerpen een campus van de KU Leuven. Ik bedoel, ik dacht dat Leuven in Leuven was en Antwerpen in Uitbreiding. Ja, 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 dat is zo'n soort van strijd om de studenten aan de gang. En dat is toch bizar, want er zijn nu toch veel meer studenten dan pak 30 jaar geleden. Mm-hmm. Waarom speelde dat dan 30 jaar geleden niet? Ja. Het is echt de commercie, ja. Dit is precies, in Nederland precies hetzelfde. Dus Groningen is heel erg bezig geweest met uitbreiden in China, notabene. Dus een campus in China beginnen. Het idee van, en in Rome zijn ze ook nog bezig geweest met het idee. En dat is allemaal niet zo goed gelukt, volgens mij, tot nu toe. Want het is ook weer geblokkeerd, omdat studenten ook in opstand kwamen tegen die schaalvergroting. En dat is gewoon niet in het belang van de studenten die er nu zijn. Om het allemaal nog massaler te maken en nog commerciëler. Dus er zijn ook wel protesten geweest die ook effectief zijn geweest. Maar dat is inderdaad, dat zie je overal. Als beweging, dat de universiteit gerund wordt als een soort bedrijf. Hè? Dus als een soort commercieel bedrijf dat winst moet maken. Of dat het liefst in ieder geval zoveel mogelijk geld moet binnenslepen. Om dan weer te kunnen uitbreiden. Om dan weer nog groter en massaler te worden. En nog grotere collegezalen. Nog minder persoonlijk onderwijs. Nog minder aandacht van studenten. En in dat licht moet je die beweging ook zien. Heel erg... Om dat grootschalig maken om haar te kunnen uitbreiden en om nog belangrijker te worden als bestuur misschien ook en nog meer mensen onder je te hebben. Dat is echt een gevaarlijke beweging volgens mij, waar het goed is als daar enig tegenwicht is. Dat proberen wij ook te zijn. Dus eigenlijk wachten tot de dag dat de universiteiten naar de beurs trekken. Ja, precies. Een beursgang, denk ik. Ja, nee, dat zou me niet verbazen als dat echt in de komende jaren... Het argument dat ik vaak hoor, dat is inderdaad die buitenlandse studenten aantrekken. Ja. Dat we daarvoor eigenlijk alles in het Engels moeten gaan aanleren. Ja. Nu vraag ik mij af, over hoeveel buitenlandse studenten gaat het eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Dus deze week is daar nog... over gepubliceerd, dat het aantal weer was toegenomen. Dus ik las dat het ging, maar dat verbaasde me. Dus ik kon het daar niet geloven. Dat stond in de Volkskrant, dat het 40% van de bachelorstudenten, dus van de studenten van de eerste fase, komen nu uit het buitenland. Dus het echt een, 40% dus mij, dus ik wil nog even een slag om de arm, dus misschien klopt er iets niet. Maar ik dacht dat het lager was. Ik dacht eerder iets ik dacht eerder iets van 20 eigenlijk. Dat was mijn eigen idee, maar ja, er stond 40, dus maar misschien klopt het niet. En in de hogere... Volgens mij is het meer ook in de master. Dus dan zou dat nog meer dan 40% moeten zijn. Maar volgens mij in de master is het altijd meer geweest dan in de bachelor. Omdat die masterfase ook eerder was met het verengelsen. Dus dat is echt... Het zijn echt aantallen. En dat is inderdaad ook een goed punt van die marktwerking. Dat een belangrijke reden is om dit te doen. Want dat zie je heel duidelijk bij ons in de grensstreek. Dus daarom komt dat... Het komt niet zozeer uit Amsterdam of uit Utrecht of uit Leiden. Die trend die komt echt uit Twente. Dus Twente, Enschede, Maastricht, Eindhoven. Want daar zie je, omdat die dan gesitueerd zijn, en dan vooral natuurlijk Maastricht en Twente, die liggen in krimpgebieden. Dus het bevolkingsaantal neemt daar af. De jeugd trekt weg. Er worden minder kinderen geboren. En dan ziet de universiteit, onze natuurlijke aanwas neemt af. Dus dan moeten we dat compenseren door meer mensen van buiten onze landgrenzen te halen. En ook begrijpelijk. In de hoop dat die dan blijven hangen. Of ja, dat, precies. En dat gebeurt dan, als ze dan geen Nederlands leren, dan gebeurt dat ook niet. Dan blijven ze ook niet hangen. Want dan gaan ze ook vaak weer verder naar Engeland of naar Amerika of naar Spanje. Of dan moet iedereen in Maastricht Engels gaan spreken. Ja, precies. Ja, dat zouden ze misschien het liefste willen. Nou, in Twente is dat natuurlijk al een beetje bezig. Dat daar Nederlands bijna verboden is op de campus. Maar dus daar zie je dat die beweging dan vandaan komt. En dat hebben wij natuurlijk heel goed gezien toen rond die rechtszaak. Toen hebben we ook naar psychologie gekeken. En daar zag je in Maastricht en in Twente dat eigenlijk kwam de helft van de bachelorstudenten kwam al uit het buitenland. Toen het nog een Nederlandstalige opleiding was. Dus dat waren in de praktijk waren het veel Duitsers die dus Nederlands leerden. En toen dachten ze, we hebben nog meer nodig. Dus, want we zien nu nog steeds dat het gewoon de aantallen misschien afnemen. Misschien door bevolkingskrimp. Dus toen zijn ze... hebben ze het programma helemaal Engels gemaakt in Twente. En in Maastricht hebben ze een nieuw Engelstalig programma naast het Nederlandstalige programma gecreëerd. En toen zag je ineens, kwam 80% uit het buitenland. Van 50 naar 80%. En die Duitsers hoefden ook geen Nederlands meer te leren. Dat was lekker makkelijk. Die konden dan een beetje in het Engels... Ze moesten wel Engels leren dan. Ja, precies. Maar dat kent iedereen vanzelf. Precies. Een beetje globisch kennen ze dan. Hè? Een beetje gewoon globaal. Een beetje woordenschat van 1000 woorden ongeveer. En dan, het zal iets hoger zijn. Maar inderdaad. Dus daar zie je dus vanuit. En toen
toen werden dus die andere universiteiten in de rest van het land, in Amsterdam, in Leiden, werden toen gedwongen om mee te gaan. Want als je dus niet meegaat, ja, dan relatief heb je dan minder studenten, omdat elders de sluizen open zijn gegaan, zal ik maar zeggen. Dus dan moet je mee, dan ben je gedwongen, want anders neemt je financiering af. Ja, ja, dat is bij jullie zo'n systeem. Precies. Dat niet gaat over... exacte aantallen, maar nee, over precies, verhoudingen. Precies, verhoudingen, ja, ja, het percentage van het totaal. En als andere universiteiten dus heel veel ineens enorme aantallen krijgen, dan en in Amsterdam blijf je achter in het Nederlands, dan neem je dus je punt van de taart, wordt dan is het kleiner en dus krijg je minder geld. En dan krijg je een soort neerwaartse spiraal. Dus je wordt eigenlijk door het zieke systeem, word je dan eigenlijk gedwongen om dan ook daarin mee te gaan. Ook al wil je het eigenlijk niet. Een harde concurrentiestrijd. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Het is heel erg commercieel allemaal. En dat is gewoon en sommige van die bestuurders die ontkennen dat. Maar maar achter gesloten deuren geven ze het toe. Maar in het openbaar zeggen ze nee. We doen het gewoon uit idealisme. Omdat we het fijn vinden. Dat internationale vaardigheden. En laten ze maar een beetje goed Engels leren. Dat is goed voor iedereen. Maar dan geven ze stiekem wel toe. Als de microfoon uit is. Het is eigenlijk wel. Gaat het gewoon om harde noodzaak, gewoon harde het geld gaat het eigenlijk om. Ja, een beetje Engels leren, ik bedoel. Ja, dat kan je ook. Ja, in je vrije tijd. Ja, ik las dat. Maar dat was uit 2017 in een artikel. Dat toen al, hoeveel was hier? Ruim 2/3 van de universitaire masteropleidingen exclusief ja, Engels. Precies, dus inderdaad geen woord Nederlands. Nee, dat klopt. Ja, dat is totale waanzin. Dus gelukkig in Vlaanderen is het nog lang niet zo ver. Dus Nederlandse studenten die in het Nederlands willen studeren, zullen binnenkort dan effectief naar Vlaanderen moeten komen. Ja, en dan krijgen wij een groot stuk van de taart. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat is voor jullie misschien weer goed dan. Nee, maar dat en dan leren ze fatsoenlijk Nederlands. Ja, ja, precies. Nee, dan moet echt hier echt de grens over om Nederlands te leren. Maar dat is echt, en dat is zeker in Eindhoven. En je wilt een technische studie doen, dat kan gewoon daar niet in het Nederlands. Of in Twente, je wilt iets doen. Dat is onmogelijk. Dus dan. Ja, dus dat is een enorm probleem, lijkt me. Oké, ja. Een muzikale pauze en dit is Fatsoenlijk Nederlands. Ah. Zo, dat was taalvirtuoos doctorandus P. Ja. Heel leuke tip van u. Nu, hij is heel subtiel met het Nederlands. Dus dat is voor de gemiddelde Nederlander of Vlaming, denk ik, net iets moeilijker in het Engels. Hè? Dus waarschijnlijk ook voor de gemiddelde universiteitsprofessor of student. Zeker. En dat daarom is doctorandus P. ook een voortreffelijke illustratie. Omdat zijn taalbeheersing is zo superieur en zo subtiel. En hij heeft zo'n gigantische woordenschat. En hij zou zoiets alleen kunnen in zijn eigen taal. Hè? In zijn moedertaal waarmee hij is opgegroeid. Zij is dan weliswaar Zwitser, maar gewoon als een derde of zo. Of in ieder geval zijn hele leven verder in Nederland opgegroeid. En dat kan gewoon niet. Dus hij heeft geloof ik wel eens een Engels liedje gemaakt. En dan zie je al meteen het verschil. Hoor je dan al meteen. Gewoon een beetje als grap was het geloof ik. Maar gewoon die finesse kun je niet bereiken in een tweede of derde taal. Die je op latere leeftijd je hebt aangeleerd. En waar je niet helemaal in bent gemarineerd. Gedurende de jeugd. Dat is natuurlijk een enorme kracht. Dus dat dus als die kracht als het mogelijk is om van die kracht gebruik te maken, hè, als je docenten hebt en studenten die allebei dat Nederlands goed beheersen, of in het geval van de studenten nog beter zouden kunnen leren beheersen, dan moet je dat ook gebruiken, want het is zonde om dat te laten liggen. Mm-hmm. Omdat je juist ook je genuanceerd wil kunnen uitdrukken in de collegezaal. Want ik merkte ook zelf tijdens die Engelstalige colleges dat ik gewoon veel minder zei. Omdat je gewoon, je denkt, oh ja, ik wil iets vragen, maar wat is ook alweer het woord? Nou, laat maar zitten, dan gaat het alweer verder. Dus je merkt dat mensen veel meer geremd zijn in een andere taal. En dat daardoor de sfeer veel minder levendig is in zo'n collegezaal. En dat het allemaal wat vlakker wordt. Mm-hmm. Niet die levendigheid van die Dr. Nusp, zoals we dat net hebben gehoord. En dat plezier en die humor, dat mis je heel erg. Als iedereen een beetje in zijn tweede taal aan het modderen is. Ook al is dat op relatief nog hoog niveau, hoor, maar dan nog steeds is het toch niet hetzelfde. Die zwakkere tweede taal, nou ja, er is ook allerlei onderzoek naar gedaan waar we het nog over kunnen hebben. Maar ja, dat zal het toch nooit halen bij je eerste taal. En dat geweldige wapen dat iedereen daarmee heeft. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat veel mensen hun eigen Engels overschatten. Ja, dat is zeker. Hoe vaak ik mensen hoor zeggen, ja, ik kan heel goed Engels, maar...
Het is een toegankelijke taal. Het verschil tussen there. Nee, en het is ook heel belangrijk het verschil tussen actieve en passieve beheersing. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen het passief inderdaad goed beheersen. Of in ieder geval het vrij redelijk verstaan. Maar zodra je dan jezelf iets moet zeggen, dan merk je toch, omdat je woordenschat gewoon veel kleiner is. Ja, ook mijn Engels is ook vrij goed. Ik heb als kind ook 5 jaar in Amerika gewoond. Maar ik merk toch gewoon dat het woordenschat is echt een stuk lager. Dus gemiddeld 40% lager. In de zwakkere tweede taal is onderzocht. Dus, en dat merk ik gewoon, dat ik dan toch meer naar woorden moet zoeken en minder precies kan zeggen wat ik eigenlijk wil zeggen. En dat je daardoor, is er onderzoek gedaan naar de invloed van het gebruik van het Engels door niet-Engelstaligen in het onderwijs? Heeft dat dan... Ja. Ja, dus er is helaas te weinig onderzoek. Dus Annette de Groot, die is emeritus hoogleraar taalpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En die heeft heel veel van dat onderzoek in kaart gebracht, ook deels ook zelf gedaan. En zij zegt, zij heeft het dan over 20.000 woordfamilies die de gemiddelde hoger opgeleide Nederlander beheerst of kent. Als 18-jarige dan. En dat neemt dus toe, ook naarmate je ouder wordt. En in het Engels, dus of in een zwakkere tweede taal, dan is het dan gemiddeld 12.000, geloof ik. Dat is dus 40% lager. Mm-hmm. Dat is een enorm verschil. Dus dat is echt, 12.000, daar kan je natuurlijk best redelijk mee redden. Maar je gaat natuurlijk heel veel nuance en humor en zo, en subtiliteit en diepgang gaat er dan verloren. Op het moment dat je dan in de collegezaal overgaat tot zo'n taal. En er is dus nog niet zo heel veel direct onderzoek gedaan. Daar werken ook mensen aan. Dus er komt ook in de komende jaren komt er nog meer onderzoek naar. Maar ja, voor verder onderzoeken ziet men wel een afname in de kennisoverdracht. Dat het gewoon minder efficiënt is. Dat je gewoon in dezelfde tijd net iets toch 10-20% minder leert. Wauw, dat is wel wat, hè? Ja, dat was een onderzoek, maar dat is een wat ouder onderzoek. Dus dat kan zijn dat het inmiddels beter is, hoor. Maar in ieder geval, het is in ieder geval wel duidelijk dat het gewoon minder efficiënt is. En je moet gewoon meer nadenken, het kost meer tijd. Dus natuurlijk is het dan maak je dan minder goed gebruik van je tijd. Op het moment dat je gewoon meer aan het zoeken bent naar woorden en meer aarzelt en meer cognitieve belasting heet dat dan in een andere taal. Dat is gewoon gezond verstand ook, dat ten koste gaat van de kennisoverdracht. Ik zou graag ook nog meer onderzoek zien. En ook vooral willen dat eerst dat onderzoek dan gedaan wordt voordat men massaal dan nog massaler dan overgaat naar zo'n andere taal. Laat dan eerst maar eens nog wat gedegener onderzoek komen. Ja. Nu vraag ik mij af, hoe vlot is die overgang eigenlijk gebeurd? Want ik denk maar aan bijvoorbeeld een prof economie of ingenieurstudies tot die 20 jaar geleden les gaf, deed dat in het Nederlands en dan moest hij plots in het Engels gaan lesgeven. Ja. Ik kan mij voorstellen dat niet elke prof daar even die overstap even vlot heeft gemaakt. Nee, dat is zeker zo. Dus ik denk dat aantal... Is daar eigenlijk ook enige controle op? Hebben die coaching gehad? Hebben die een cursus gevolgd? Ja, dat is vaak heel vrijblijvend in Nederland. Dus er zijn wel allerlei cursussen, maar die zijn dan meestal niet verplicht. En ze bij de meeste universiteiten wordt dat ook niet in kaart gebracht van wat precies dan die taalbeheersing is. Dus dat gaat heel erg... het is heel erg top-down, in goed Engels is dat dan georganiseerd. Vaak dat zo'n faculteit dat dan gewoon besluit van dus de aantallen moeten hoger, dus dan gaan we naar een andere taal en dan zien we daarna wel, als er problemen zijn, dan zien we het wel. Het is vaak helemaal niet zo, de meeste universiteiten in ieder geval niet zo, dat het nou geweldig goed is voorbereid of dat er een heel programma is gemaakt om die taal op een hoger niveau te brengen. Want men gaat ervan uit, men is wetenschapper, dus... Men zal wel redelijk Engels beheersen. En dat is natuurlijk niet... Ja, voor sommigen geldt dat inderdaad wel, hoor. Er zullen zeker hoogleraren zijn misschien niet zo goed als het Nederlands, maar wel redelijk goed van afbrengen. Maar ook weer andere... Van het eigen vak misschien wel. Is, ja. Ik denk dat een prof economie waarschijnlijk wel zich zal kunnen uitdrukken. Ja. Wat betreft specifieke economische vakterminologie in het Engels. Ja. Maar daarmee... Dat is nog iets anders dan communiceren, natuurlijk. Ja, precies. Ja, nee, en ook. Dan vraag ik mij af, je kan dus eigenlijk perfect als student in een aula terechtkomen waar de prof van voor iets aan het uitleggen is in het Engels van Urbanus van daarnet. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, precies. Nee, daar zijn ook bekende filmpjes. Daar, is, daar zijn ah, ja, ja. Wordt dat gedeeld? Of van die mensen die dan, van die filmpjes, het zijn meer...
Dat zou misschien ook een beetje privacy schendend zijn. Maar meer dat ze dan mensen dan iemand citeren of zo uit de collegezaal. Ja, ja, maar ik zie studenten wel zo'n prof filmen en dat dan delen. Ja, ja, precies. Ja. Maar nu, ja, precies. Iemand die staat te klungelen. Ja, precies. Dat komt wel. Ja, je hoort er wel veel over. Inderdaad. Ja, en ik denk aan een opleiding Nederlandse taalkunde of zoiets. Is dat dan in het Engels? Ik herinner mij daar die zaak van die student die een scriptie over Vondel wilde schrijven. Ja, dat moest toen in het Engels. En dat moest toen in het Engels. Ja, ja. Was het in Nijmegen geloof ik? Ja, Nijmegen denk ik. Of in Groningen. Ja, ik denk Nijmegen, ja. Ja, nee, ik weet niet precies, maar ik vond het... ik ben dan zelf een Nederlandicus. Ik studeer nu op de UNIF ook Nederlandse taalkunde. En ik zou dat een beetje bizar vinden dat als ik mijn scriptie over Nederlandse taalkunde dan in het Engels moet gaan schrijven. Dan moet je al die citaten uit Vondel moet je dan gaan vertalen. Ook nog eens gaan vertalen en begin daar maar eens aan. Dat is natuurlijk een totale waanzin. Dat zijn ook goede voorbeelden van hoe totaal doorgeslagen het is. Zeker als het over literatuur gaat. Ik bedoel, een vertaling is altijd al een verarming natuurlijk. En journalistiek bijvoorbeeld. Dat zijn toch ook mensen die dan bij een Nederlandstalig medium terechtkomen. Ja. Moeten die dat dan die opleidingen zoeken in het Engels dan? Of? De journalistiek is wel gelukkig nog wel in het Nederlands meestal. Dus misschien zal inmiddels ook misschien een Engelstalige variant zijn. Maar dat was wel interessant. Ik hoorde een docent journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Die had daar, ik geloof Peter Vasterman heet hij volgens mij. En die had een opiniestuk een paar jaar geleden geschreven. En die had een bijvak. Gaf hij, ik weet niet of het dan, misschien was het dan niet journalistiek, maar een ander vak. Maar in ieder geval, dat vak mocht hij toen niet meer geven, omdat al die voorbeelden ook uit Nederland kwamen. Waardoor, het moest sowieso Engelstalig, dus het mocht niet meer in het Nederlands. Maar hij mocht die voorbeelden ook niet meer gebruiken, omdat dan internationale studenten dat dan niet meer zouden begrijpen. Omdat ze dan, dus het moest allemaal een soort algemene voorbeelden zijn die dan iedereen kon volgen ofzo. Dat is toch onzin? Dat is totale, totale kakzinnigheid, ja. Helemaal volgen. Ik bedoel, referenties zijn toch overal. Want het voorbeeld, ik heb veel in de Sahel gezeten. Ja. De dag dat het begint te regenen is de prachtigste dag van het jaar. Ja, en een regenboog vinden ze akelig. Ja, dus als je dan gaat zingen van When the rain begins to fall, I'll be your rainbow in the sky. Dan betekent dat eigenlijk, als alles goed gaat, dan kom ik het voor jou bederven. Ik bedoel, wat zijn internationale referentiepunten? Die zijn er gewoon niet. Dan ga je gewoon weer naar die mainstream door het Engels. Precies. Ja, dacht ik. Ja, precies. En tegelijkertijd denk ik ook, het lijkt me juist de charme van als je naar Nederland komt om te studeren, dat je ook iets meekrijgt van de Nederlandse cultuur. Of van juist dat het juist voor zo'n student die Nederlandse voorbeelden misschien juist interessant zijn. En dan ook ik ken het niet, dan ga je er juist in verdiepen. Ja, je zou dat inderdaad wel denken als Erasmus-studenten de optie krijgt om, ik zeg maar iets, een semester in Polen te gaan zitten. Dat je toch wel iets van die Poolse... Ja, dat je een vodka krijgt. Ja, precies. Daarom niet per se echt het Pools door en door gaan studeren, maar dat je toch wel op zijn minst iets van die cultuur en die taal meepikt. Ja, precies. Of ga je daar dan in Polen op de universiteit in een eigen bubbeltje zitten dan kan je even goed op dat studeren. Ja, precies. Nee, ja, misschien is het gewoon, staat het goed op je cv als je in het buitenland zit? Waarschijnlijk, of zijn de voorwaarden heel voordelig bij de universiteit, omdat die juist zo studenten willen lokken? Wat is oorspronkelijk was heel het uitwisselingsidee inderdaad, van Erasmus ook, dat mensen mekaars cultuur eens zouden proeven, hè? Ja, ik denk dat economische factoren dan toch eerder gaan doorwegen dan de culturele. Helaas. Laagdrempelig mogelijk te maken, ja. Ja. Dus je zei daar straks van dat er het merendeel... de arbeidsmarkt, dat is misschien Dat is een belangrijk punt. U zei daar straks dat er toch al een redelijk groeiend aantal buitenlandse studenten is. De Nederlandse studenten, zeg maar. Ik vermoed dat de meeste daarvan wel op de lokale arbeidsmarkt zullen terechtkomen. Dat die dus, ook als ze in het Engels hebben gestudeerd, daarna gewoon in het Nederlands aan het werk gaan. Ja. Is dat ook zo voor die buitenlandse studenten dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik vermoed eigenlijk, maar daar wordt wel hier en daar onderzoek naar gedaan, maar dat de meeste buitenlandse studenten ook weer vertrekken. Mm-hmm. Dus die gaan dan vaak, dus als ze dan bijvoorbeeld hier de eerste fase hebben gedaan, hier een bachelor hebben gedaan, dan gaan ze ook weer vaak weer ergens anders een master doen. Dus het is vaak een beetje hoppen. En omdat in Nederland relatief goedkoop studeren is, dat maakt Nederland ook aantrekkelijk en dus Engelstalig. En dan hebben ze bouwen ze ook niet heel erg een band op met het land, ook omdat ze dus die taal niet leren. Dus dan zijn ze ook snel weer weg.
Maar ook zeker een aantal blijft ook. Dus ik weet precies het percentage weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat ook in ieder geval die Nederlandse arbeidsmarkt is onderzocht door de Taalunie, onder andere. En daaruit bleek dat voor in 94% van de werkomgevingen dat het Nederlands een heel belangrijke rol speelt. Dus 94? Zeggen, ja, dus het wil niet zeggen dat Nederlands dan de enige taal is die gesproken wordt. Dus je spreekt vaak Frans en Duits of als je dan met handelt of zo. Met andere landen, maar of daar contacten hebt. Maar in ieder geval dat het Nederlands dus belangrijk wordt gevonden op 94%, in 94% van de werkomgevingen. Dus ergo zou ik hieruit willen concluderen, is het dus heel erg belangrijk dat mensen daar goed op worden voorbereid. Ook omdat natuurlijk de meeste studenten aan de hogeschool of aan de universiteit zeker, die zullen niet een academische carrière tegemoet gaan. Dus die komen dan terecht inderdaad op die arbeidsmarkt ergens. En dan is het dus belangrijk dat zij die taal ook leren beheersen op academisch niveau. Mm-hmm. En op het moment dat je alleen dus 100% Engelstalig onderwijs hebt, dan logischerwijs breng je dan je Nederlands niet op academisch niveau. Dan hoef je dat helemaal niet te leren. Dan denk ik aan mensen die bijvoorbeeld voor arts gaan studeren of psycholoog. Ja, die moeten dan studeren. Geneeskunde kunnen ze dan nog wel Nederlandstalig. Ja, dat is nog Nederlands. Dat scheelt. Al zijn er misschien ook steeds meer Engelstalige vakken. En psychologie bijvoorbeeld in Twente is inderdaad Engelstalig. Als je dus over 10 jaar in Twente een therapeut of een psycholoog zoekt, dan moet je dat eigenlijk al. Ja, het zou trouwens ook kunnen dat ze in Twente daar weer een soort reparatieprogramma voor hebben, hoor. Dat ze dan ook nog iets Nederlandstalig doen, omdat ze dit probleem natuurlijk ook wel zien. Maar het lijkt me, het is gewoon ook heel erg het paard achter de wagen spannen. Dat je dat zo onbelangrijk maakt. En dan misschien kiezen dan ook veel minder studenten van die therapiekant. Die denken, ik vind het eigenlijk wel makkelijk zo in het Engels. En dan blijf ik hiermee doorgaan. Of dat er ook steeds meer expats komen die dan uit het buitenland. Mm-hmm. Die dan ook behoefte krijgen aan Engelstalige therapeuten. Dat kan natuurlijk ook. De gewone Nederlandstalige mensen dan, die moeten dan maar naar de psycholoog in Amsterdam of zo? Ja, precies. Nogmaals, misschien hebben ze in Twente wel ook een soort alternatief voor. Dat zou kunnen dat ze ook nog iets in het Nederlands doen. Maar in principe het idee dat Nederlands bijna, dat totaal gemarginaliseerd raakt, is natuurlijk heel gevaarlijk. Voor een goed functionerende ambtenarij of voor een goed functionerend onderwijs. Waar natuurlijk onderwijs natuurlijk ook het Nederlands heel erg belangrijk. Dus als je in het onderwijs komt en je hebt alleen maar Engelstalig universitair onderwijsgenoten zelf, dan krijg je natuurlijk dat het niveau van het Nederlandstalig onderwijs, middelbaar onderwijs ook daalt. Of van het hoger beroepsonderwijs. Dus het heeft gewoon aan alle kanten heeft het hele slechte gevolgen. Ook als je eigen vak niet meer kan uitleggen aan een breed publiek, omdat je dat nooit in het Nederlands hebt leren doen. En dus voor emancipatie is het slecht. Hè? Dus voor mensen die bijvoorbeeld van huis uit niet zo goed Nederlands hebben meegekregen. En dan met een migratieachtergrond bedoel. Bijvoorbeeld ja, ja, ook, ja. Maar het kunnen ook gewoon... er zijn ook gewoon Nederlanders zonder migratieachtergrond die bijvoorbeeld in allerlei gebieden wonen waar het algemeen Nederlands niet heel wijdverbreid is. Dus, en als die dan niet op de universiteit dat meer hoeven doen, dan verliezen zij ook hun taalvermogen voor een deel. En dan is het ook in die zin in emancipatorisch opzicht heel slecht. Ja, die studenten zelf, wat vinden zij er eigenlijk zelf van? Onderzoek naar gedaan? Het probleem is een beetje, je hebt een beetje een selectieprobleem. Want je hebt natuurlijk de studenten die dan zo'n Engelstalige opleiding doen, die hebben daar ook voor gekozen. Dus die zullen vaak ook zeggen dat ze tevreden zijn. Twee derde van de opleidingen is enkel nog in het Engels. Dus van de masteropleidingen. Je kan niet meer kiezen. De masteropleidingen geldt inderdaad op veel universiteiten dat inderdaad niet kan in het Nederlands. Zeker niet voor die tweejarige master. Die is zeker helemaal Engelstalig. Daar zit vaak helemaal geen Nederlands meer bij. En daar is volgens mij ook wel onderzoek naar gedaan. En je krijgt een beetje een gemengd beeld. Dus je hebt een aantal studenten vinden het prima. Die zeggen van, die accepteren dat gewoon. Die kennen niet anders. Die weten ook niet anders. Die weten niet dat het ooit anders geweest is. En die nemen dat gewoon aan. Van, dat is Engels. En Engels is belangrijk. Ik vind het wel prima. Maar je hebt altijd, ik vermoed dat het dus minder is dan de helft. Maar dat wel een heel aanzienlijke minderheid er wel echt problemen mee heeft. Die echt zegt van, ik had het toch liever in het Nederlands gedaan. Want dat is toch, dat wil ik ook, ik wil mijn Nederlands ook beter ontwikkelen. Ik wil ook Nederlands blijven schrijven. Omdat ik dat later ook moet doen. En die merken dat inderdaad het niveau van de discussie lager is in het Engels. En is er al onderzoek naar gedaan?
naar die opvattingen. Ja. Dat, volgens mij wel, dus ik zou het even moeten opzoeken weer, maar die precieze onderzoeken. Maar er is wel, dus je hebt de Nationale Studentenenquête, waar dan wel van die vragen zijn over gesteld. Het is in ieder geval niet zo dat het nou op studenten onder grote schaal dat protesten lijkt. Dus we hebben wel studenten bij ons aangesloten, maar studenten zijn vaak ook, hebben het ook druk met andere dingen. Die zijn ook niet heel erg bezig met actie voeren. Een aantal natuurlijk wel, ook juist. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook zeker steun gehad van de Landelijke Studentenvakbond in Nederland. En van, er zijn twee vakbonden. En die andere naam ik even. Dus die hebben ons allebei ook gesteund in het verleden. Dus in die zin begrijpen zij ook heel goed het probleem. Ook die studentenvakbonden. Alleen het wil nog niet het leidt nog niet tot protesten op grote schaal. Maar als het verder voortschrijdt, wie weet dat het dan ook nog als corona nu ook minder wordt, dat thema ook weer meer aandacht krijgt. Dat zou goed zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Protesten op grote schaal. Misschien tijd voor een protestzanger. Een muzikaal intermezzo. Zo, dat ging dus over de complexen van mensen die dan een andere taal gaan spreken en dat is dan tegenwoordig het Engels, hè? Ja, het Engels van vandaag was het Spaans en het Frans van vroeger. Ja, ja. Kunnen we het eens over de internationaal gaan kijken? Voilà. Want ja, die kwestie van die verengelsing van het onderwijs, dat speelt natuurlijk niet alleen in Nederland. Maar ook hier. Ja, in hoeverre speelt het zich hier ook af en elders in Europa? Hoe zit het daarmee? En jullie kijken daar ook naar, want jullie organisatie heet Beter Onderwijs in Nederland, maar jullie volgen ook een beetje de trends in andere landen dan. Ja, precies. Ik probeer een beetje bij te houden, zeker. Hoe is het met ons? Vertel eens. In ieder geval, het is hier toch een stuk minder ver voortgeschreden dan in Nederland. Dus ik zou Vlaanderen ook vooral willen aanraden. Kijk naar Nederland en doe dat ook vooral niet. Zorg dat het niet zo ver, niet zo extreem wordt. Want hier is het natuurlijk ook, hier schrijdt het Engels natuurlijk ook voort. Natuurlijk ook in beide fasen ook van de universitaire opleidingen. Maar er zijn hier wel quota staan er in de wet. Dus je mag niet meer dan zoveel procent in de bachelor, geloof ik, echt een vrij laag percentage. Ik weet niet meer wat het was, 5 of 10%. En dan in de master een kwart. Maar goed, dat is natuurlijk, dan zeggen jullie waarschijnlijk dat is een papieren werkelijkheid of zo. Hè? Want in de praktijk hebben ze allerlei manieren om daar aan te ontkomen aan die quota. Dat is op zijn Belgisch dan, hè? Ja. Mm-hmm. De achterpoortjes. Ja, precies. Dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk ook zo. Maar in ieder geval, daar willen wij wel graag een voorbeeld aan nemen. Dus wij zouden als organisatie, als Beter Onderwijs Nederland, zouden wij ook graag zulke quota in de wet laten opnemen. Zodat je dan duidelijk ook de universiteiten ergens aan kan houden. Van nou, niet meer dan het mag, hè, bij bepaalde vakken waar het misschien heel belangrijk is dat er veel studenten komen uit andere landen, dan kan het belangrijk zijn, maar dan daarbuiten liever niet. En dan kun je ook zeggen aan houden, het is nu meer dan zoveel procent, dus dan moet jullie weer moet het weer minder. En nu blijft het vaag. Dus er is niet echt een mechanisme om het aan te pakken. En dat hebben jullie in ieder geval in die quota hebben jullie dat in ieder geval wel in de wet vastgelegd. Dus dat is al een stuk beter. Dus ik hou dat vooral vast, zou ik willen. Ja, heeft dat te maken met het feit dat wij hier een taalstrijd gevoerd hebben? Ja, dat vermoed ik wel. Dus ik denk dat het daarom in Nederland ook hoewel ook veel wij gezien hebben dat veel mensen zich over opwinden, dat in Vlaanderen toch nog meer leeft, omdat jullie toch een andere geschiedenis hebben en het hier meer bevochten is, die vernederlandsing van de universiteiten. Mm-hmm. Terwijl voor ons is het Nederlands natuurlijk wel bevochten op het Latijn, zou je kunnen zeggen, in de 19e eeuw. Maar hier is het toch van recenter datum dat jullie natuurlijk, dat alles Frans was, Franstalig, en dat jullie echt dat Nederlands moesten bevechten, ook als emancipatie voor Nederlandstaligen, en dat die ook gewoon op het hoogste niveau onderwijs konden volgen en zich daarin ontwikkelen. En dat je dat ook niet zomaar weggeeft om die reden. En in Nederland wordt het toch al snel weggegeven als het idee heerst dat je er geld mee kan verdienen. Dus dan, Nederland is natuurlijk wel leuk, maar levert wel een hoop geld op natuurlijk. En dat is toch leuk, al die massa's uit allerlei landen. Doe dat Nederlands dan maar weg. Dat is toch al gauw bij veel bestuurders toch al de geest. Het is leuk, maar het hoeft niet. Terwijl hier wordt toch meer de noodzaak ervaren, ook van die ontwikkeling, juist van die taal op het hoogste niveau. Dus daar zou ik als Nederland, Nederlanders zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen, denk ik. Dat gaat hier dus toch. In plaats van Nederland-Gidsland wordt het dan nu Vlaanderen-Gidsland. Ja. Toch wat betreft dat hoger onderwijs. Ja, zeker. Ja. Mm-hmm.
Ja, en dan hopen dat jullie dus gewoon dat jullie dat vasthouden en dat jullie niet dus onze kant op gaan. Ja. En doen ze dit elders in Europa? Ja, dus dat verschilt. Dat is, je ziet in veel landen dus wel zo'n beweging naar meer Engelstalig onderwijs en meer Engelstalige opleidingen. Maar gewoon eigenlijk Nederland is het echt het extreemste land. Dat is echt volgens mij het hoogste percentage van heel Europa. Ja, die 80% geloof ik van de masteropleidingen die dan geheel Engelstalig zijn, dat is in geen enkel ander land zo hoog. Dus, maar je ziet wel dat het elders toeneemt. Dus ook in de Baltische Staten of in Scandinavië wordt het meer. In Zuid-Europa in iets mindere mate. Frankrijk is natuurlijk altijd heel trots op het Frans. Dus daar blijft het ook een beetje achter, maar daar komt het ook op. En een interessant voorbeeld is ook wel Denemarken. Want daar weet ik dat ze daar ook best ver, en dat ze nog niet zo ver waren gaan als Nederland, maar ook op behoorlijk grote schaal onderwijs Engelstalig aan het maken waren en toen op een schreden terug zijn gekeerd. Dus toen zagen we, het heeft toch wel grote nadelen. Ook voor de beheersing van het Deens. Die minder wordt en dat je gewoon merkt dat het onderwijs eronder leidt. Dus die zijn toen van het tandje hebben toen zijn teruggeschakeld. Die hebben weer meer opleidingen Deens-talig gemaakt. Ja, maar ik, dus dat is ook een voorbeeld. Die bezwaren worden overal onderkend. Maar het zijn gewoon de financiële motieven die doorwegen. En hoe zijn ze daar dan overheen gekomen in Denemarken? Is er een of andere grote mecenas geweest die al die universiteiten heel veel geld heeft gegeven? Nou hoeft het niet meer. Nee, dat is een hele goede vraag, heel belangrijke vraag. Want dat is inderdaad nog niet helemaal aan de orde gekomen. Want die financiële prikkels zijn namelijk anders voor de individuele instelling dan voor het collectief. Dus de individuele opleidingen hebben er baat bij om Engelstalig te worden. Want dat levert dan een groter stuk van de taart op. Maar als collectief, als iedereen dat dan vervolgens Engelstalig wordt, dan heb je alleen maar meer studenten en minder geld per student. Dat zie je dus in Nederland heel erg. Dus voor het collectief is het financieel eigenlijk ongunstig. Wie moet er dan optreden? Dat is de overheid. Dus dat zou dus in Nederland ook moeten gebeuren. In Den Haag zou moeten kijken van, het is misschien voor Maastricht of voor Twente wel goed om dan massaal Engelstalig te worden. Maar voor ons land als geheel is het juist financieel slecht. Door meer grootschaligheid, doordat studenten in grotere zalen zitten en minder persoonlijke aandacht krijgen. Dus dan moet de overheid bepaalde werk stellen. Ja, die moet zien dat er een collectief beleid is dat voorkomt dat de individuele ambities de boel niet bederven. Precies, want voor het collectief kost het juist geld. Hè? Dus, waar het voor de individuele universiteiten of opleidingen geld oplevert, voor het land als geheel kost het juist heel veel geld. Omdat je dus heel veel studenten aan het opleiden bent, die vervolgens ook weer vertrekken vaak. Dus dat is juist heel erg duur. Dus daar, ik denk met dat in gedachten heeft de Deense overheid toen gezegd, dit moet weer wat minder. En dat zouden ze natuurlijk in Nederland ook kunnen doen. Om dezelfde reden. Ja. En waarom doen ze het niet? Dat is toch de lobby's. De lobby's zijn in Nederland heel machtig. Extreem machtig. Dus dat is echt. Dus dat zie je niet alleen in het onderwijs, zie je op allerlei terreinen in de politiek dat heel veel wordt uitbesteed. Dus heel veel, op heel veel terreinen worden de beslissingen helemaal niet meer genomen. Daar in Den Haag of daar in het parlement. Maar zeggen die universiteitsbesturen, wij willen nu dit. En dan zegt de overheid, dat is goed, jullie zijn autonoom, jullie willen dat, doe maar. Dat is wel lekker makkelijk voor ons, want wij hebben dan geen verantwoordelijkheid. En dan wij kunnen dan zeggen van dat is jullie keuze. Maar dat is toch geen beleid maken? Nee, dat is het ook niet. Nee, dat is ook schandalig. Nee, dus ik ben er ook heel erg tegen, maar dat is heel erg ook die polder. Die polder heet dat. Dus dat alles moet overlegd worden. Hè? Dus alles overleggen. Dus niet gewoon regels stellen en besluiten nemen, maar gewoon allemaal met z'n allen aan tafel zitten. Iedereen moet blij zijn. Precies, dat is het idee. In ieder geval, dus in de praktijk de mensen met de grootste bek, dus de mensen met de lobby's, die krijgen dan gelijk. En de burgers die hebben het nakijken vaak, want die zitten niet aan die tafels. Het zijn de goed georganiseerde lobbyistbedrijven, grote bedrijven, grote instellingen, grote onderwijsinstellingen. En die bepalen dat gewoon. En die hebben gewoon een soort vetorecht in de praktijk op wat er in Den Haag besloten wordt. En dat is heel funest voor de democratie, zou ik zeggen. Mm. Dus dat hopen dat dat... wij proberen daar verandering in te brengen. En dat, licht aan de horizon. Ja, precies. Ik hoop het. Nu denk ik daar net aan. Wat dat beleid betreft, we hebben het er straks gehad over wat de studenten ervan dachten, denken. Maar wat is eigenlijk de algemene publieke opinie in Nederland? Wordt daar eigenlijk over gesproken? Dat is wel mooi om te zien. Dus altijd als wij dan weer een actie hadden gevoerd, of die rechtszaak hadden, of weer een opiniestuk hadden geschreven, was echt toch, ik denk toch 90% van de reacties was bijval. Dus het is de meeste mensen die zich hierin verdiepen, die zeggen dit is echt bizar, dit is de totale flauwekul. Ook omdat wij natuurlijk een heel
heel gematigd standpunt hebben. Het zijn juist onze tegenstanders die heel extreem zijn. Die zeggen van, ja, doe maar alles Engelstalig, dat is makkelijk. Terwijl wij zeggen, nou ja, Engels is belangrijk en er is een rol voor het Engels, maar er is ook een rol voor het Nederlands. Dus wij zijn eigenlijk heel erg genuanceerd daarin. We zijn helemaal niet tegen het Engels. Dus ieder redelijk mens zal dan toch in de praktijk... Jullie gelijk geven. In de praktijk zien we dat gewoon. Natuurlijk zijn er altijd andere minder. We hebben ook al boze brieven gekregen. Hoor. Er zijn ook wel mensen het oneens en die zeggen van, nou ja, maar we moeten mee in de vaart der volkeren, moeten internationaliseren. En dan zeggen wij, ja, maar wij zijn ook voor internationalisering, maar wel ook met een stevige rol voor het Nederlands in die internationalisering. Een beetje zelfrespect. Hè? Precies. En dat is toch een heel redelijke positie. Dus daar zie je de publieke opinie toch heel erg, juist heel erg veel bij. En ook andere opiniestukken, andere mensen ingezonden brieven, die toch heel, de meeste echt met ons eens zijn. En vaak de mensen die het met ons oneens zijn, zijn toch heel vaak bestuurders. Of ja, betrokken dan, partij. Ja, toch vaak. Ja, in de praktijk. Niet allebei hoor, maar dat overwegend wel. Dus dat is wel goed om te zien, dat iedere keer als ze weer iets doen, dat ze dan heel veel, en dat zien politici natuurlijk ook, dus dat we dan toch enig invloed hebben, omdat die politici zien, oh ja, het is toch wel, de publieke opinie staat toch wel aan de kant van, nou ja, maar ook een belangrijke rol voor het Nederlands. En dat toch de meeste mensen, ja, het is gewoon hun moedertaal. Het is een belangrijk aspect van de cultuur, wat veel mensen ook aan het hart gaat en ook willen dat het daar goed mee gaat. Dus, we hebben heel veel steun, dus ook die 8000 handtekeningen voor die petitie bijvoorbeeld in een paar dagen. Dus ja, toch heel veel bijval. Ja, ja, en jullie hadden, zag ik, dat is al oud nieuws, hè? Ook een crowdfunding gedaan voor die rechtszaak. Ja, zeker. Nee, dat was ook een vrij groot fors bedrag. Dat bent u nu nog mee naar Antwerpen gekomen met dat. Nee, dat is vooral in advocaatkosten gaan zitten. Ja, dat was ook goed om te zien. En ook, nou ja, dat biedt ook hoop voor de toekomst, dat we bij eventuele toekomstige acties weer wat kunnen ophalen of weer... onze achterban kunnen mobiliseren. Dat is heel, heel goed om te zien. De vrijwilligers staan heel veel aan onze kant. Dus, en zijn er nog dingen gepland? Of hoe ziet jullie agenda er nu uit? Ja, dus we willen in ieder geval die wet proberen tegen te houden in de Eerste Kamer. Dus die versoepelingswet. Dus dat is nu het eerste agendapunt. En daarna, dus wie weet nog een rechtszaak. Dat overwegen we nog. Op basis van die oude wet. Maar in ieder geval dat... dat kost ook een hoop tijd en moeite, dus we moeten nog even, daar moeten we ook mankracht natuurlijk voor hebben, maar dat en vooral ook opiniestukken blijven schrijven en vooral ook contact blijven zoeken, ook goede contacten met parlementariërs en die ook vooral blijven benaderen en dit onderwerp bovenaan de agenda zetten. En in contact met buitenlandse media. Ja, precies. Dat helpt ze ook zeker. Ja. Het kan ook heel inspirerend zijn. Dus Was er nog een ander internationaal voorbeeld? Want u had het over Denemarken. Maar... Denemarken was belangrijk. Ja, ik denk dat we het belangrijkste wel gehad hebben. Dus Vlaanderen natuurlijk. Italië is een rechtszaak geweest tegen een... tegen een technische universiteit in Noord-Italië. Omdat die toen ook hun bepaalde programma's van de ene op het andere moment van Italiaans naar Engels hadden... naar Engelstalig hadden gemaakt. En dat toen kwamen ook juist ook de studenten en de docenten daartegen in het geweer. En die hebben die zaak toen gewonnen. Dus toen moest toen ook... Dan krijg je van die spaghetti western. ik bedoel, voor Italianen is Engels natuurlijk nog een... Nee, dat ook, ja. Nog een grotere stap dan voor ons natuurlijk, ja, inderdaad. Dus tenminste nog een zustertaal. Ja. Nee, dat ook nog. En Nederlanders, dat is natuurlijk waar. Nederlanders spreken relatief goed Engels ook. Als je het vergelijkt met andere Europese landen. Dus dat maakt dat ze hier ook makkelijker denken, we laten het allemaal los. En dat zie je natuurlijk ook in steeds meer horeca. Ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat je dat in het Engels te woord wordt gestaan. Dat is hier ook. Hoe moeilijk kan het zijn om gewoon een paar, alsjeblieft, dank u wel te leren. En twee bier of zo. Dat is ook niet een heel... Ja, blijkbaar is er een enorm tekort aan personeel. Vreemd genoeg. En daarom is dat dan niet meer nodig. Ik vind dat eigenlijk vrij irritant. Maar vooral ook omdat het is gewoon niet zo moeilijk. Of zo. In het Grieks restaurant spreken ze geen Grieks. Of ze spreken daar wel Grieks. Ik ben daar wel eens iets gaan eten met iemand die Grieks spreekt. Maar ze spreken toch ook wel Nederlands. Dus toch wel handig dat die niet alleen maar Grieks spreken. Goed. We zijn al ver. Ja, we gaan afronden, hè? Ja. We hebben nog een muziekje klaarstaan. Oké. Meneer Huygen, bedankt voor de komst. U komt van een eindje naar hier, ja, toch? Leiden, ja. Ik zou zeggen, veel succes met de verdere campagnes daar. Ja, en hou ons op de hoogte. Ja, zeker. Het was mijn groot genoegen om hier te zijn. Dus, goed. Nog afsluiten met nog iets dat u had voorgesteld. Ja.
Camerata Trajectina. Oh, wat goed. Ja, ja. De hond van Schout de Bond. dat is de 16e eeuw of zoiets zeker. Of, die muziek. Het specifieke stuk weet ik niet. Maar ja, meestal de meeste muziek van die groep is inderdaad 16e, 17e eeuw. Mm-hmm. Ja, ja. Kon men toen al in het Nederlands gaan studeren aan de Unif? Nog niet, hè? Nog niet. Toen kon men nog niet gaan studeren in het Nederlands aan de Unif, denk ik. Nee, volgens mij. Ik denk vooral theologie en rechten. Dat zal Latijn zijn geweest toen. Nee, goed. Dan later. Oké. Okay. De hond van Schout, de Bond. Ja. Om af te sluiten. En wij horen nu over 2 weken en dan weten we nog niet wat het is. Nee, dat zien we dan nog wel. Over 4 weken hebben we al wel iets, hè? Ja, klopt. Dan gaan we weer de grens over. Ja. Naar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En naar Zeeland. Hebben we iemand van de dialectorganisaties daar? Gaan we onze dialecten-tour verder zetten? Goed. Voilà, tot dan. Fijn weekend. Ja, fijn weekend.